melkkwekerij De Vliegeren in Veldegem bestaat al 4 generaties. Eerst begonnen ze met sla en tomaten, maar het was Philippe die voorgoed het pad van de frambozenstruiken koos. Hier zie je hoe de frambozen geplukt worden, maar daarvoor hebben ze een hele weg afgelegd. Alles begint bij het inpotten van de struik. Om te groeien hebben ze heel wat water en een goed klimaat nodig. Een ingenieus systeem verzamelt regenwater en verspreidt het over wel 1000 frambozenplanten. De professionele serres garanderen een ideale klimaatregeling. Ook de voeding van de planten wordt dagelijks geregistreerd. Philippe draagt zijn steentje bij aan de natuur en die helpt hem op zijn beurt ook een handje. Bijen en hommels vliegen af en aan en bevruchten de bloemen tot ze een dieprode framboos worden. Lieve heersbeestjes zorgen er dan weer voor dat bladluizen de oogst niet doen mislukken. Na de pluk gaan de frambozen in doosjes en zijn ze klaar voor verkoop. Iedereen die van frambozen houdt kan hier terecht, van particulier tot kleinhandelaar. Daarbij maken we ook nog enkele ambachtelijke nevenproducten, zoals frambozenconfituur, coulis en sorbet. Frambozen, gewoonweg superlekker en mega gezond.